De Amal is een heel mooi voorbeeld. In Californië, één staat, is er één vallei waar 80% van de amandelen wereldwijd wordt geteeld. Het is één hele grote plantage van amandelbomen, 80% van de wereld amandelproductie. Dus als daar iets gebeurt, dan is er gewoon even een probleem met wereldwijde amandelconsumptie. Dat laat zien hoe groot het is. Mensen hebben dat niet meer door. We hebben het altijd over, ja, landbouw wordt steeds intensiever en met monocultuur. Maar we zitten dan op dit niveau. 80% in één vallei. En als je dan kijkt hoe dat met bijen, want zoals je zei, dat is volledig afhankelijk van bijen. Elk jaar in februari gaan er gewoon 1,4 miljoen koloniën van de hele Verenigde Staten naar die vallei om daar 6 weken lang, zeg maar, de amandelen te bevruchten. 1,4 in totaal heb je ongeveer qua commerciële koloniën in Amerika 2,3 nog. 1,4 daarvan, dus ruim de helft, gaat die vallei, is daar 6 weken alleen maar amandelzetmeel aan het eten. Dus die intensivering, die monocultuur, dat is een absolute rol erin. En daarom vinden wij het ook juist zo'n heel krachtig voorbeeld waarin we laten zien dat wij al langer vechten tegen die intensivering van landbouw. Maar dat het dus ook redenen heeft waarom we die problemen hebben. Dat als je doorslaat in die melkcultuur, dat weet iedereen, als wij elke dag 6 weken lang hetzelfde eten, hebben wij ook een probleem. Als je kijkt naar de groei van de wereldvoedselproductie wereldwijd in de afgelopen 60 jaar, dus pak een weg vanaf WO2 tot het heden, daar heeft een bepaalde groei plaatsgevonden. Maar als je vervolgens de gewassen daaruit haalt, die bestuivers afhankelijk zijn en daar de groeicijfers van gaat vergelijken, dan zie je dat de productie van die gewassen veel harder gegroeid is. Met andere woorden, een grotere proportie van de landbouw is bestuivingsafhankelijk nu vergeleken met 50 jaar geleden. En dat blijft groeien. Dat heeft ermee te maken dat als het besteedbaar inkomen van mensen toeneemt, dat mensen meer verse groenten en fruit in hun dieet willen opnemen. Maar dat vraagt wel ook een grotere klus van bestuivers. Nou, daarbij heb je nog een keer dat die gewassen steeds meer onder monocultuur verbouwd worden. En het grote probleem, zoals je net het voorbeeld van de amandelbomen noemde, die amandelbomen die bloeien 2 tot 3 weken. Dus die kunnen 2 tot 3 weken bijen van nectar voorzien. En dan zijn ze uitgebloeid. Verder in dat hele gebied, het is een gebied van 60 miljoen hectare in de VS, er groeit verder helemaal niets. Dus die bijen kunnen niet het jaar goed overleven, waardoor ze dus getransporteerd worden van plaats naar plaats, levert stress op en dergelijke. Maar wat we dus in Nederland ook hebben, bedoel, Nederland lijkt een vrij groen land, maar als je heel goed gaat kijken, is Nederland eigenlijk een groene woestijn. Ik bedoel, qua bloemenaanbod op het platteland is er zo verschrikkelijk weinig te vinden, waar bijen gewoon niet de nectar en pollen dieet kunnen vinden wat ze nodig hebben. Dus dat is de intensivering van de landbouw. Dat heeft dus als gevolg dat er minder wilde bloeiers zijn, dus minder divers voedselaanbod. Maar die bijen moeten wel harder werken. Want als je kijkt, het aantal bijenkolonies in de wereld neemt nog steeds toe. In landen waar er heel veel druk op staat, zoals in de VS en in de afname. Dan moet je dat ook eens even uitleggen. Want daarnet horen we dan bijen sterven, dus normaal 10%. Ja. Het zit nu aan 25 tot 30%. Dus eigenlijk de bijen die sterven 3 keer zo snel als normaal. Maar ze blijven eigenlijk toch nog stijgen. Waar zit die rek dan op? Is dat dan al die bijenkwekers die dan maar tot op een naadje lopen bijen bij te kweken? Of hoe kan dat? Ja, dat heb je inderdaad. Ik bedoel, je kan via de post kun je in een luciferdoosje een nieuwe koningin bestellen. Vervolgens splits je een volk en heb je 2 volken. Er zitten hier een aantal rukkers in de zaal. De zaal die weet een stuk beter hoe het werkt dan ik, maar ik weet dat het zo gaat. Alleen wat het gevolg wel is, dan heb je weer dezelfde aantal kolonies als het jaar ervoor. Alleen de kolonies die je hebt, die zijn een stuk zwakker en een stuk minder productief. En hoe lang hou je dat dan vol? Want er zit een rek op. Hoe lang kunnen we dit oneindig blijven doordoen? Ja, ik denk wat ook een heel belangrijk punt is als we het hebben over biodiversiteit. Het is niet alleen de biodiversiteit aan de kant van het voedselaanbod voor de bijen, maar het is ook een probleem van biodiversiteit aan de kant van de bijen zelf. Want we hebben de bijen een manier gekweekt waar commerciële selectie prevaleerde boven natuurlijke selectie. Je noemde zelf 10% van de bijen sterft over de winter, dat is natuurlijke selectie. Alleen wat we als mensen hebben gedaan is bijen selecteren, want we willen dat ze veel honing produceren, want dat levert veel geld. We willen dat ze vriendelijk zijn, niet agressief. En we willen dat ze effectief zijn, dus effectief bestuiven, veel bloemen op een dag kunnen bezoeken. Die kwaliteit hebben bijen geselecteerd, maar een bij die heel vriendelijk is,
heeft hij de genetische kwaliteit nog om een Varroa-meid of andere natuurlijke te kunnen weerstaan? Bijvoorbeeld, dat die bepaalde eigenschappen sterker is, is hij een andere eigenschappen zwakker. En het zijn eigenlijk imkers in de industrie die dan eigenlijk jarenlang een soort commerciële selectie hebben doorgevoerd in plaats van natuurlijke selectie. Ja, en nu probeert de natuur dat die gap te closen? Of, nou, ik denk dat we heel zuinig moeten zijn op de genetische diversiteit die we nog hebben. En daar zou ik een groot voorstander van zijn, dat we niet alleen gaan werken aan het vergroten van het aanbod van pollen en nectar in de natuur, maar wat ik denk dat ook heel belangrijk is dat we gaan werken aan de genetische kwaliteit van de bijen. De farmaceutische industrie, Henk, heeft er eigenlijk belang bij om iedereen te laten geloven dat het een Varroa-meid is, omdat zo de aandacht van pesticiden weggaan en ondertussen ook aan de imkers producten kunnen worden verkocht die deze meid bestrijden. Anything but pesticides. Ik mag aan alles denken, behalve aan bestrijding. Dat is eigenlijk de filosofie. Overigens, over bestuivingscrisis. Die hebben we al lang. In de natuur is er een bestuivingscrisis. Als we kijken naar wilde riddersvoeren, die door hommels bestoven worden, die gaan achteruit omdat er te weinig hommels zijn. De rode klaver gaat achteruit omdat het alleen in de hommels kan worden bestoven. Dus we hebben een bestuivingscrisis in de natuur. En dat we geen bestuivingscrisis hebben bij de voedselproductie, hebben we alleen aan de imkers te danken, die ervoor zorgen dat de honingbij onder warme omstandigheden kan overleven. Ja, het is heel eenvoudig. In 1995 stelden Franse bijenhouders vast dat ze met hun voogd bijsterven te maken kregen. En toen vroegen ze de boeren van wat hebben jullie dit jaar anders gedaan dan vorig jaar? Toen zeiden ze nou, we hebben een nieuw insecticide op de markt. Is op de markt gekomen en dat hebben we gebruikt. Dat heet imidacloprid en het is een neonicotinoïde insecticide. Voor de imkers was het duidelijk wat de oorzaak van de vorige bijensterfte is. Maar de industrie wil ons 15 jaar later nog steeds laten geloven dat het de Varroa-meid is. Terwijl de Varroa-meid in feite het pathologische eindstadium is van een ziekte die wordt veroorzaakt door neonicotinoïde insecticide. Je hebt een Europese voedselautoriteit en die heeft dan allerlei onderzoeken bij elkaar gelegd en die zegt ja, 40% van de studies, dat zijn er 6 van de 15 die ze dan bekeken hebben, die zeggen dat die pesticiden geen rol hebben. Kunnen we een discussie over voeren van in hoeverre zat daar weer de industrie achter die bij die studie, want heel veel gegevens zijn niet openbaar, heel veel gegevens van veel studies zitten weer bij het bedrijfsleven en die zeggen van dat mogen we niet openbaar maken. Want dat is concurrentievervalsing, gaan andere bedrijven meekijken wat wij aan het doen zijn. Kortom, transparantie van die data is heel belangrijk. Al die wetenschappers moeten het wel eens een keer eens worden. Dus dat moeten we gewoon ook heel duidelijk. Zolang er heel veel wetenschappers zijn die zeggen van, nou, pesticide speelt geen rol, kun je natuurlijk zeggen, ja, dat is schandalig, want hij wordt betaald door de industrie. Maar tegelijkertijd, we moeten de politiek wel in werken. Want die liberalen in het Europese parlement zeggen, zie je wel, er zijn ook wetenschappers die het ontkennen. Dus nu zijn paniek. Dus daar moet je ook heen. Dat betekent transparantie. Dat betekent wat mij betreft een voorzorgsbeginsel. Dat toepassen, dat is dus daarom waarom wij in de Milieucommissie wel een meerderheid hebben gekregen. Dat zeggen voorlopig die middelen niet. Maar nogmaals, dat gaan we waarschijnlijk niet redden in Europees breed. Het systeem, het landbouwsysteem dat we hebben opgebouwd, dat is eigenlijk vanaf de Groene Revolutie, halverwege de vorige eeuw is dat ontstaan en heeft ook heel veel voordelen gebracht. Ik bedoel, we hebben meer te eten per hoofd van de bevolking gemiddeld wereldwijd en het voedsel is van een betere kwaliteit. En ik denk, Louise Fresco, vrij bekend, Universiteit van Amsterdam, die zegt dit is het meest ondergewaardeerde wonder van de 20e eeuw. Dat mogen we niet onderschatten. Tegelijkertijd merken we dat we tegen de grenzen van de natuur aan het aanlopen zijn met z'n allen op dit moment en dat we iets moeten veranderen.
Maar ik denk dat we ook ons lot niet moeten leggen in de Coca-Cola's, de Albert Heijn's en de Monsanto's en de Bayer en Crop Sciences van deze wereld. Maar ik denk dat we ook als consumenten een heel belangrijke taak hierin hebben. Alleen al als je kijkt dat meer dan 70% van alle landbouwgrond in de wereld wordt gebruikt voor ofwel de productie van voedsel voor vee of voor het houden van vee. Dat is een ongelooflijke hoeveelheid oppervlakte waar je ook iets heel anders mee zou kunnen doen. Ja, als consument kun je ervoor kiezen om de helft vlees te gaan eten. Dat heeft een enorme impact, ecologisch. Je kan er ook zelf voor kiezen om niet bespoten groente te kopen, niet bespoten fruit te kopen. Tot die keer!